Precies 200 dagen geleden hadden wij het idee om een eigen foodtruck te beginnen. En na 7 maanden keihard werken is het eindelijk zover. Ons idee wordt werkelijkheid. En in deze video komt alles samen. Want wij zijn klaar voor ons allereerste foodtruck evenement. En dit is er niet zomaar één. Het wordt een van de moeilijkste uitdagingen die we ooit gaan krijgen. Want het is 3 dagen lang voor 20.000 Italië-liefhebbers en helemaal in België. Ik sta nu in onze mooie trailer te beseffen dat het alweer 200 dagen geleden is nadat wij de allereerste video hebben geüpload van deze serie. En dat het nu eindelijk zover is. Ons allereerste foodtruck evenement. We hebben bij veel mensen om advies gevraagd voor dit allereerste evenement. En eigenlijk raadde iedereen het af om dit evenement te gaan doen. En zei iedereen, begin nou gewoon klein. Heel eerlijk gezegd, hou ik er wel van om gewoon in het diepe te springen. Want als we nu alleen maar blijven afwachten, dan gaat het nog heel erg lang duren voordat wij ons allereerste evenement kunnen draaien. Wij zijn er een soort van klaar voor. Onze trailer is helemaal ingepakt. Het is nu 11 uur 's avonds en over een paar uur gaat onze weg. Iedereen heel erg bedankt voor het volgen van deze serie. Door jou is het allemaal mogelijk. En mocht je nou nog niet zijn geabonneerd, en dat kunnen we zien, doe dat dan. Druk op die knop. Oh Daan, mooi op tijd. 20 over 4, 420 bijna. Oeh. Ons allereerste foodtruck evenement. Oh, oh. En op deze vroege ochtend begonnen wij met onze 3 uur durende reis helemaal naar België! En toen we aankwamen op het festival kregen we een mooi plekje toegewezen en maakten wij onze foodtruck helemaal klaar. We zijn nu bij ons allereerste evenement. We hebben echt wekenlang voorbereid voor dit moment. Vanochtend om 3:20 opgestaan om hier naartoe te gaan. En we zijn nu alles aan het klaarmaken. Over een paar uur gaat het terrein open en dan begint het. En dan is het eindelijk zover. Dan hebben we gewoon een foodtruck die werkend is. Oké, we staan hier nu en we gaan voor het eerst de frituurpan testen. Laat maar even dicht doen. De eerste keer dat de frituurvet in onze frituurpan gaat en het evenement gaat over 1 uur open. Ik heb de stoppen omhoog. Ja. Please. Ja! Anders waren we hier gewoon 3 uur voor niks naartoe gereden. Oké, ik doe hem maar vol! Knap aan de link, Pieter. Je moest hem langzaam opwarmen. Langzaam, dat is echt belangrijk. Wie zei dat? Oh, het boekje. Nog een paar snelle voorbereidingen en dan is het eindelijk zover. Onze foodtruck is voor het eerst geopend. Tja, en toen ging het echt helemaal mis, want ineens kwamen er heel veel mensen en konden wij niet meer goed filmen en panzerotti's maken tegelijkertijd. Dus besloten we om het filmen heel even neer te leggen. Ja, en niet getreurd, want we hebben heel veel leuke beelden van dit evenement die we jullie kunnen laten zien. En middels deze video willen we jullie echt even laten zien hoe we dit eerste evenement hebben ervaren. Bij ons volgende evenement hebben we een cameraman meegenomen en die video uploaden we volgende week bij 8000 likes. Op een gegeven moment stonden er ineens heel veel mensen in de rij. Ik was bezig met de bestellingen opnemen en Bram, die was bezig met het maken van de panzerotti's. En Bram, hoe ging dat? Nou, ten eerste, toen ik al die mensen voor het eerst zag, toen dacht ik, hoe gaan wij van een paar panzerotti's hier in de keuken naar honderden op één dag? Ik dacht echt, wat de fuck gaan wij nu vandaag doen? We hadden in één keer veel minder ruimte, terwijl we veel meer moesten maken. Ook was onze frituur van zo klein naar 26 liter frituurvet gegaan. Toen die mensen kwamen, toen besefte ik, jij volgens mij ook pas van, wat de fuck gaan wij eigenlijk doen? Ja. Toen begon het. De deegmachine. Een investering van 1500 euro. Wat is het grootje, man? Holy crack. Oh, yo, waar zetten we die neer, joh? Ja, die was hartstikke duur. En heel goed, dachten we. Ook nog nooit getest. Dus we hadden van tevoren afgesproken dat ik de deegplakjes zou maken van de deegbolletjes. Maar ik deed het eerste deegballetje in de net nieuwe deegmachine. En het kwam er echt uit als een soort van
pannenkoek van een pannenkoekenrestaurant die geen pannenkoeken kan bakken. Het was echt verschrikkelijk. En mensen zagen dat, want die deegmachine die stond op de toonbank. Dus ik haal een deegplak eruit en er zitten gewoon allemaal gaten in. Ik denk dat we hem even hadden moeten testen. Dat was echt nodig geweest, want we snapten helemaal niks van het hele ding. Toen zei ik gelijk, oké, Bram, pak dat houten ding. Jij moet nu deeg gaan rollen. En daar stond ik. En ik zeg je één ding, door zo'n deegmachine, dat hadden we op internet gezien, dat ging... Klaar. Nou, dat deeg rolde, dat ging... En hoezo gaat het zo kut? En hoezo gaat het zo sloom? De mensen stonden wel al klaar. Een paar hadden al besteld, de rijden achter werd al langer. En toen was het tijd om eigenlijk onze eerste panzerotti's te frituren. Ze waren eindelijk dicht, dat duurde allemaal veel langer dan hoe het in mijn hoofd zou gaan. En ik doe die eerste panzerotti's in de frituurpan. Nou, we beginnen te bakken. Prima. Dus ik dacht, ik ga weer verder met de volgende. En in één keer dat geluid achter ons. Het was gewoon een soort van oud en nieuw in die frituurpan. Kaas, ze scheurden open en ze bliezen helemaal op. En wij dachten direct van, oh, dit gaat helemaal mis. What the fuck gebeurt er? Mensen kennen waarschijnlijk zelf wel als je een kroket of zo in de frituur doet. En er komt maar een klein beetje ragu uit. Dan gebeurt dat ook. Maar bij ons was het een hele panzerotti met 80 gram vulling of zo. Ja, precies dat krokettengeluid van eerder. Wat je kan denken van, oh, dat de kroket open is geknapt. Maar dan keer 30 of zo, keer 100. Met dat kaas en dat tomaat los in de frituur, zonder deeg erom, ging dat hele frituurvet binnen no time naar de knoppen. Er kwamen allemaal bruine korsten op het mandje en op de frituurpan. Dus ik pak snel die mand eruit en ik denk, ik geef deze mand gewoon aan Daan. Ja, en wij staan daar niet met z'n tweeën heel rustig. Hè? Er staan echt allemaal klanten te wachten op hun panzerotti's. Dus ik krijg een hete frituurman van 175 graden in mijn armen gedrukt. En die voetdruk is niet zo groot. Dus wat ik doe, ik zette dat ding op de grond. Ik pakte onze nieuwe borstels. En ik zat gewoon op de grond dat hele ding schoon te maken. Overal lag kaas. Ik voelde echt gewoon de spanning wat jij voelde. Want jij stond voor allemaal mensen. En op dat moment keek ik op mijn horloge. En ik zag dat mijn hartslag gewoon echt aan het verdubbelen was. Ik ga het even nadoen. Een kleine reconstructie. Daan die stond daar. Die zat zo op zijn hurk. En ik dacht, oké, nieuwe panzerotti's voor de klanten. Dus ik nieuwe panzerotti's vouwen. Ik durfde niet daar naartoe te kijken. Daar waren de klanten. En ik dacht, ik kijk toch even. En toen keek ik. En er stonden daar gewoon echt letterlijk 20, 30 mensen. En die stonden daar. En de helft stond volgens mij gewoon zo. En die keek me aan van... What the fuck zijn deze gasten aan het doen hier? En ik voelde me zo kut. Ik denk dat ik me niet vaak in mijn leven zo kut heb gevoeld. Toen ik weer omhoog kwam en ik zag al die mensen staan. De helft van die mensen hadden al betaald voor een overheerlijke panzerotti. Want dat hadden wij op de bordjes voor ons neergezet. Ben, moet wat sneller, hè? Moet allemaal wat sneller. Ja, een beetje beter afstemmen. Ja. Eén rollen, de ander vullen, rollen. Ja, ja. Het is nog een klein beetje rommelig. 1 uur slapen vannacht. Rollen, vullen, bakken, rollen. Maar dat komt wel goed, hè? Voldoende leren jullie. Ja, daarom. Sommige panzerotti's die lukten wel en die konden we uitserveren. Maar als ik dan zo'n panzerotti aan het uitserveren was en ik bedacht, oké, mensen betalen hier 9,5 euro voor. Dan dacht ik echt, jezus, wat een dikke scam is dit. Want dit ziet er gewoon uit als een ingezakte pizza die al 3 dagen ergens in de koelkast ligt. Daan, hoe vind je het gaan tot nu toe als eerste event? Een droom die uitkomt. Maar ik ben wel moe. Maar het gaat goed. Nu gaat het. Maar er zijn nog wel echt veel dingen die we niet moeten verbeteren. Eén ding was echt nu heel duidelijk. En dat was dat ons deeg niet goed was. En wij hadden voor 1000 panzerotti's aan deeg meegenomen. En dat zou betekenen dat al die 1000 bollen dat die niet goed waren. En gelukkig kenden wij een vriend. En die is helemaal gek van deeg. En ik dacht, we moeten hem gewoon direct bellen. Dus ik hem bellen. Het probleem uitgelegd met het deeg. Hij zei, weet je wat? Ik wil wel een nieuw deeg voor jullie maken. Dus hij kon dan die aankomende nacht nieuw deeg voor ons maken. En dat bracht hij dan ook nog eens de volgende ochtend naar België. En als hij dat niet voor ons wilde doen. Dan zat het er gewoon echt op voor ons. Dus dit was echt ons laatste redmiddel. En dat iemand zoveel moeite voor ons wilde doen, dat is echt ongelofelijk. We wisten niet of zijn deegballen echt goed zouden zijn, maar het was wel onze enige hoop. Dit is nog maar één probleem die we hadden op dat moment. Ander belangrijk probleem, waar we totaal niet over nagedacht hadden, was dat elke panzerotti, zodra die dicht is en hij is gefrituurd, dan lijkt elke panzerotti precies op elkaar. Nou, ik zal je één ding zeggen, oh, doe die maar aan de linkerkant van de frituur, die in het midden. Dan zien we het nog wel. We hebben echt panzerotti's verkeerd uitgeserveerd aan mensen, weet ik veel wat. Dan kwamen ze terug van, oh, daar zit vlees in. Of dat kan eigenlijk echt niet dat is gebeurd. Het ging helemaal mis ook. Wat een slagveld.
Ja, en op dit moment hadden wij ongeveer 50 panzerotti's verkocht. Okay. Het is nu 7 uur. Over 1 uur sluit de eerste dag van dit foodtruckfestival. En het is niet zo druk vandaag en dat is een goed teken, want anders hadden wij het niet kunnen redden. Met de drukte die we nu hebben gehad, wat dus niet, helemaal niet heel druk was, soms even een rijtje, vonden wij wel aardig te stressen. Ik weet nog dat we samen naar het hotel reden, want daar sliepen we. En na een dag van heel veel uur, want we stonden al om 3:30 op en het was nu inmiddels 11:00 s'avonds. Wij waren echt gesloopt. Ik weet nog dat ik oprecht dacht van waar zijn we mee begonnen? Waarom zijn we deze foodtruck begonnen? Is dit wel een slimme keuze geweest? Zijn wij wel echte foodtruckers? Wat zijn we aan het doen? En we waren in het hotel en ik kon niet gelijk slapen. Mijn hartslag zat echt in mijn keel. Ik was echt gestrest en ik heb serieus gewoon nagedacht om die hele foodtruck van ons in de fik te zetten en dan gewoon maar verzekeringsfraude te plegen, want ik was er op dat moment echt helemaal klaar mee. De mensen daar van de organisatie die zeiden ook nog van het wordt morgen en overmorgen waarschijnlijk wel 4 keer zo druk. Als het goed is komt de volgende dag nieuw deeg. Alles moet verbeterd worden. Tijd om te slapen. Hoofd in de knoop. Zaterdagochtend, dag 2. We hadden expres de wekker heel vroeg in de ochtend gezet, zodat we eerder naar het festivalterrein konden gaan om echt even een workflow te bepalen en echt even dingen te verbeteren. We zijn die vrijdag echt keihard met onze neus op de feiten gedrukt. We werken met vers deeg. Dat is gewoon echt heel erg lastig. Toen we aankwamen bij het evenemententerrein, gingen we gelijk aan de slag. Hey collega! Hey! We hadden nu nog genoeg tijd voor te bereiden voor de tweede dag. Ik ging proberen die deegmachine aan de praat te krijgen. En jij ging volgens mij een nieuwe opstelling of zo verzinnen. En als eerste dacht ik, we moeten bepalen. Daan, jij blijft aan de linkerkant staan, want dat heb je gisteren ook de hele dag gedaan. Jij gaat bij de kassa staan en ik ga aan de andere kant panzerotti's maken, vouwen en frituren. Toen ben ik dus bezig gegaan met vullingen voorbereiden. Eerst dacht ik ook van, oh, dat kan wel tijdens het event. Soms snij je even wat vlees bij. Soms ga je de mozzarella met de tomaat mixen en verse basilicum snijden. Nou, dat kan helemaal. Helemaal niet tijdens een event. Tijdens een event moet je alleen maar maken. Keihard onderschat. Toen ik klaar was met die deegmachine, die volgens mij wel aardig goed ingesteld stond. Ook maakten we kleine kaartjes die we op de toonbank hadden neergezet met order hier en pick up hier. Zodat mensen niet helemaal door elkaar gingen staan. En je merkt ook gewoon dat mensen dan gewoon chagrijnig op elkaar worden. Hè? Als er geen duidelijkheid is van, oh nee, ik was al voor. Ik stond hier te wachten om te bestellen. En dan stonden ze helemaal aan de andere kant. Ja, en ik vind ook, je merkt ook in zo'n foodtruck hoe vervelend mensen kunnen zijn. Mij is altijd geleerd, klant is koning. Maar ik moest Daan soms wel even een beetje rustig houden. Want dan zei hij van, ja, als de klanten ons deze kut gaan doen, dan zeg ik er wel wat van hoor. Ik zou gast lief zijn tegen onze klantjes. Lief zijn. Ik dacht van, ja hallo, we staan hier voor de eerste keer. En dat wisten de mensen ook, want we hadden een bordje uitgeprint waarop stond dat dit onze allereerste keer was. Dat het misschien wat langer duurt en dat we gewoon nog aan het oefenen zijn. Maar dan kwamen de mensen aan en die waren dan chagrijnig omdat het te lang duurde. En dan dacht ik van, ja hallo, hier heb je geld terug, loop maar weg, ga maar een patatje halen. Hallo, we staan hier ook ons best te doen. Oké, even weer terug naar de zaterdag. Onze deegballen waren inmiddels bezorgd en wij waren klaar voor dag 2. Hey Brammy! Hey! Ik ging ook met die deegbollen aan de slag in de deegroller en dat ging eigenlijk heel goed. De eerste panzerotti's die we met het nieuwe deeg maakten waren echt super mooi. Ze waren bruin, ze waren groot. Ze zagen er eindelijk uit alsof ze 9,5 euro waard waren. Nou, we zien Daan. Ik ga even naar onze klanten brengen hoor. Wat een service bij Papri Panza. Toen werd het direct al super druk. En wij hebben echt een partijtje hard zitten werken toen. Ik heb alleen maar gefocust op mijn panzerotti's maken en frituren. En jij hebt volgens mij alleen maar gefocust op deegrollen bestellingen aannemen, doorschuiven. Er was weinig tijd ook eigenlijk om die dag ook met klanten te praten en te genieten. En echt te luisteren wat klanten te zeggen hadden. Omdat ik zo druk bezig was met zo goed mogelijk die panzerotti's de hele dag maken. Maar het ging al echt een stuk beter met onze nieuwe tactieken. Ik weet ook nog dat de tijd super snel ging. Ik keek ineens op mijn horloge en het was alweer 1:30 voordat het festival zou sluiten. We hebben net de allerlaatste panzerotti's verkocht aan deze mensen. Hallo. Hoi. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Kijk uit hoor. Kijk, eigenlijk moet je de vulling een beetje omhoog drukken. Maar kijk uit voor de vulling. Echt uitkijken hoor. Ik zal het niet eten nu al trouwens. Kijk uit hoor. Dik. Het was een oliebom met pizza. Ja. Heel chill. En ik had echt geen idee
hoeveel we nou hebben verkocht. Ik weet alleen, we hebben keihard gewerkt. Eigenlijk stonden we gewoon op een robotstand panzerotti's te maken. We hebben niet genoten van de dag. We hebben gewoon keihard gewerkt. En het moment dat het festivalterrein dicht was voor bezoekers, besloot ik om even op ons POS-systeem te kijken. Om te kijken hoeveel panzerotti's we hadden verkocht. Bro, holy fuck, holy shit. Oh. Ik ben naar de kloten. Oh, maar ik ben blij. Dit ging zoveel beter dan gisteren. Ik denk dat we wel meer dan 5 keer zoveel hebben verkocht dan gisteren. Oké, hoeveel hebben wij vandaag verdiend dan? Ga je nu kijken? Ja, ik ga nu kijken. Vandaag hebben we omgezet 2210. Echt niet. Ja. Echt niet. Nou. Ja, verdiend. Proost. Proost. Na zo'n dag zo hard werken en zo hard focussen en eigenlijk niet echt aan het beseffen wat we aan het doen waren, was de dag afgelopen. En toen keken we elkaar aan en toen kwamen die glimlachjes wel tevoorschijn, hoor. Eerlijk, ik ben niet vaak zo trots geweest. Het was de tweede dag en wij hadden gewoon echt wel veel verkocht. En heel veel geleerd. Het ging zoveel beter dan die vrijdag en het gaf ons weer een beetje meer hoop of zo. Alleen, probleem. We hadden nog maar 40 degenbollen over. Dus wat moesten we doen? Gaan wij naar huis en skippen we de zondag? Of bellen we onze goede vriend weer op met de vraag of hij voor de laatste keer het deeg voor ons wilde maken? Eigenlijk hoefde ik niet eens te vragen of we nieuwe bollen wilden hebben. Hij zei, oh, dan moet ik dus nieuwe bollen maken. Dat kan wel, hoor. Dat kan wel. Ik breng het morgen gewoon weer. Laten we gewoon 300 doen. Het is nog 1 dag. Dag 2 afgelopen. Ik doe er weer de afwas zeker. Ach, ja, ik zit hier gewoon te chillen. En dan was het nu, na 14 uur werken, weer tijd om te slapen. Dag nummer 3. Ben je er klaar voor? De laatste dag. We hebben 300 nieuwe deegbollen gekregen. Vandaag werd verwacht dat het de allerdrukste dag zou worden. Nog drukker dan de dag ervoor. Om 12:30 kwamen de eerste klanten bij ons aan. En twee goede vrienden van ons besloten ons te verrassen en langs te komen. Boykie. Dag nummer 3! Kijk, we hebben zin in! Kijk hoe smooth dit al gaat. Zo, dag nummer 3. En het gaat goed. En natuurlijk moesten ze onze panzerotti's ook even proeven. Nou, de eerste, cheers. Echte panzerotti. Onze eerste, daar staan ze. Heerlijk zonnetje. Het ziet er goed uit. Goed gekeurd? Zo. En toen werd het me toch een partijtje druk. We hebben letterlijk van 12:30 tot 16:30 een rij gehad. De rij was nooit leeg eigenlijk. We zijn hier live. Ik krijg het goed druk. Nou, eens even kijken hoe het eraan toe gaat. Jongens, hoe gaat het eraan toe? Goed, het is niet druk, joh. Bram, hoe gaat het? Goed, lekker druk. Lekker, maat. Kijk die rij. Holy shit. En toen, om 16:30, gebeurde er het volgende. Daan, dit is de laatste. Zo, de allerlaatste voor u. Dankjewel. Geniet ervan. Doei. Doei. We zijn gewoon uitverkocht. In 4,5 uur tijd hebben we 300 panzerotti's verkocht. En we hebben hard gewerkt, maar de zondag hebben we ook echt genoten. We hebben echt plezier gemaakt met de mensen en mensen vonden de panzerotti's oprecht heel erg lekker. Ja. Ik was onder de indruk van de deeg, vond ik erg goed. Buona. Persoonlijk, ik vond hem echt heerlijk. Deeg heel apart. Apart, ja. Ja? Heel lekker. Kortom, ik geef een 9,5. Wow. Ja, als Italiaan, hè? Als ja, top, heerlijk, top, zoals 9,5. Dankjewel. Ja, echt lekker. Ja, top. Nou, daar doen we het wel voor. Het festival was nog bezig, maar wij konden al beginnen met opruimen van onze foodtruck. Want het zat er gewoon op. We hebben het gewoon geflikt. We hebben het gewoon gedaan. We hebben keihard gewerkt. Het hele weekend was echt een rollercoaster van emoties. Vrijdag zaten we er helemaal doorheen. Zaterdag ging het beter en zondag ging het eigenlijk perfect. Normaal als je iets leert, dan gaat het zo. Mm-hmm. En dit weekend was gewoon letterlijk
alles helemaal fout. En toen ging het direct helemaal goed. Het gaf ons ook heel veel motivatie om door te gaan. Want vrijdag wilden we er echt mee stoppen. En zondag zaten we in de auto terug, 3 uur lang, te evalueren over dit festival. En dachten we echt, oké, we hebben hier wat. We hebben hier een concept wat gaat werken. En waar we geld mee kunnen verdienen. Het was alsof wij gewoon in 1 weekend een heel jaar aan leerwerk hebben gestampt. We hebben ongeveer 650 Panzerotti's verkocht dat hele weekend. Binnenkort komt er een video online waarin we echt meer de diepte ingaan over de financiën. Het volgende festival waar we staan hebben we ook al opgenomen en we hebben geleerd van dit eerste festival. Dus hebben we een cameraman meegenomen die alles heel mooi heeft gefilmd. Die video uploaden we volgende week als deze video 8000 likes heeft gehaald. Dus vergeet niet te abonneren op dit YouTube kanaal, te liken en te reageren wat je van deze aflevering vond. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze serie. En dan zien we jullie hopelijk volgende week weer. Ik ben gewoon blij dat het allemaal is gelukt. En ik ben blij dat we het wiel hebben uitgevonden voor onszelf. Kijk, trots.